werkzaamheden zitten er weer op. Ja. Ik zit weer tegen dat licht op. En een Willempie helm. Willempie helm. Willempie. Ja, en dan gaan wij straks ook even lopen, een meisje. Ja, hè. Nou, dan zie ik je donderdag. Is helemaal goed, schat. Oké, doei. Tot later. Ciao. Doei. Tot thuis. Is het lekker, meisje? Ja. Lekker, hè, een snackie. Ja, ik zeg maar, we zijn zo lief, hebben wij verdiend. Hé? Ja, want daar staat er nog eentje lekker te knagen of zo'n ding. Is lekker. Ja, hè? Nu ook. Ja, echt wel. En onze Willy die gaat weer weg. Ja. Haar werkzaamheden zitten er weer op. Ja. Die zit weer tegen dat licht op. En een Willempie helm. Willempie helm. Willempie. Ja, en dan gaan wij straks ook even lopen, een meisje. Ja, hè. Nou, dan zie ik je donderdag. Is helemaal goed, schat. Oké, doei. Tot later. Ciao. Doei. Tot thuis. Joep. Is het koud buiten? Ja, het is nu fris. Dacht ja. Ik, hè. Ja. Ja, en die ligt daar lekker in het mandje. Hé, gaan wij zo lopen? Ja, hé. We gaan zo lopen. Ja, ik zal hem even weer omdraaien. En jullie eerst natuurlijk welkom wensen bij een nieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. En het is vandaag maandag de 23e van de 10e 2023. Twee keer 23 erin. Dat is leuk. Ja, en er zijn twee hondjes bij Karin jarig. En dat is... Beauty en Lovely. Ja, die zijn vandaag jarig. Dus ja, helemaal leuk. En Karin wil ik beterschap wensen. Die heeft knallende hoofdpijn. Maar ja, ook ik ben weer goed ziek geweest. En dat begon gisteravond dat ik had wel een vlog in elkaar gezet. Maar niet naar YouTube gebracht. Ik had zelfs mijn make-up niet verwijderd dat ik naar bed ging. Zo beroerd was ik. Mijn darmen die waren even aan het schuilhokje aan het spelen in mijn buik. Dus ja, ik had krampen en ja, ik weet het allemaal niet. Beroerd, misselijk. Maar ik had niet hoeven te braken. Maar ik liep wel onderhandelijk naar de wc voor wat anders. Dat was toch niet echt overdreven dun. En ik heb maar even goed wel voor het slapen gaan een horret ingenomen. Ik denk ja... Mocht het al de hel losbarsten, ik wil dat niet in de nacht hebben dat ik helemaal niet in mijn slaap toe kom. En ik denk dat ik blijf leggen tot het Willy in huis is. En dat heb ik gedaan. Lekker, de meiden die zijn onderhandelijk in de tuin geweest en lekker aan het rondstrunnen geweest. En ze hebben aan het spelen geweest en aan het blaffen geweest. Dat moet allemaal kunnen. En dan gaan we zo meteen even lekker verlopen. En ik maak het blokje wat groter. Ja, komt helemaal goed. Helemaal fijn. En ik had mijn andere harde schijf even geopend. Waar de filmpjes allemaal op staan. Om weer een nieuw filmpje te pakken en in een map te doen. Maar daar staat ik er nog 1, 2, 3 keer de 10 van 10 oktober. En dan in 3 van 12 oktober. Dus ik denk dat ik 11 oktober niet gefilmd heb, maar dat weet ik niet eens meer uit mijn hoofd. Nee, ik zou het even 1, 2, 3 niet weten, maar dat komt wel goed. Ja, en ik moet toch deze legen. En deze moet ik legen. Dus ja, komt allemaal. En ik ga nou zelf even naar het toilet en dan ga ik met mijn meisjes uit. Ja. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet gewoon van alles met wat jullie nog doen om deze tijd. 15:43 en ja, komt allemaal goed. Ik ben er dus al wel een tijd uit, want ja, Billy die heeft ook gewerkt. En ja, dat die binnenkwam ben ik eruit gekomen. Ik had in mijn pyjama, want ik was toen al lang niet in orde. Dus eraan, dus ja.
En ik heb aan de thee gezeten met, hoe heet het nou? Gember, verse gember, een paar schijfjes erin. Het staat er nog, ja, mijn thee is er wel op, daar niet van. Maar kijk, daar zit de gember in. Thee is op, dus ja, dat heb ik gedronken. En ik heb voor het eerst lippenstift op, maar niet mijn eigen. Nee, ik kreeg eventjes een kleurtje gewoon om het uit te proberen van Willy. Dus ja, waarom ook niet? Moet kunnen. Ik heb geen koortsuitslag, dus het is niet besmettelijk en zij heeft het ook niet. Dus ja, en als je koortsuitslag hebt, moet je het sowieso al geen lippenstift nemen. Nee, moet je zalf of cacaoboter of weet ik veel wat opsmeren. Maar oké, lieve vriend, ik zou zeggen, geniet ze en tot later. Doei! En toen waren we weer thuis. Ja, de meisjes die liggen alweer te slapen. Ja, de ene in de mand, de andere op de bank. Moet allemaal kunnen. De grote in de mand, de kleine op de bank. Ja, ik ga zo meteen de boel leegmaken, mijn telefoon en jullie. En kom weer op de computer. Dan kan ik weer uitzoeken en doen. En dan kan ik ook weer een vlog in elkaar gaan zetten. En dan kunnen jullie aan de lader. Want ook dat moet nog. Ik zie nog twee streepjes. Dus ja, moet wel weer een lader voordat hij straks zegt van ik heb input nodig. Ja, komt helemaal goed. En ik maak een bak koffie. Ik heb twee bekers thee met gember op. Ik wil nou toch weer even een bak koffie proberen. Ja, het wil maar niet, hè. Ik loop nou al, ik ben de zesde week vandaag ingegaan. Ja, het wil maar niet echt over. Dan neem je dit er weer bij, dan weer dat. Wie hebben dat nog meer? Ja, ik zou dat graag willen weten wie dat nog meer heeft. En ik ga even onze Mirjam Eleveld er weer bij halen. Want ook, ja, daar had ik nog vragen van. En dan moet ik even die kaartjes wegklikken, want dan krijg ik er zenuwen van. Dat moet ik nog aan mijn broer vragen, maar ik moet mijn broer nog spreken. Dat is het oudste gedeelte, dat weten jullie. Vertel eens, wat houdt jouw taak in als buurtpreventie zijnde en maak je dingen mee die je moet melden? Geef eens een voorbeeld. Nou, bij wijze van spreken inbraak. Ja, ik ga één voorbeeld noemen. Dat is, hoe lang is dat geleden? Is dat vorig jaar of het jaar daarvoor alweer? Dat weet ik al niet eens meer. In ieder geval, vorig jaar of het jaar daarvoor. Ik loop 's nachts met die meisjes, want ik ben niet bang zoals je weet. En waarom ook bang zijn, want overal is straatverlichting hier. Ik loop nergens in het donker. We hebben het wel eens een keer gehad dat de halve wijk in het donker lag. Maar ik heb op mijn jas, op mijn schouder... Ik hier een magneetje leggen, die is gestoffeerd aan de onderkant, dat het op mijn schouder legt. En dan gaat mijn jas eroverheen en dan gaat een lampje overheen, dat heet Guardian Angel ja, Light. Het is dus in het Engels, Guardian Angel Light, licht. Als je dat intypt op Google en dan afbeeldingen, kom je ze allemaal wel tegen. Ik heb een haartje bij mijn ogen, dat vind ik minder prettig. Maar in ieder geval, dat lampje heb ik al en die schijnt ik weet niet hoe ver en heel fel. Er staan drie standen op. Maak je hem, dan is die fel en dan minder en dan nog minder. Ook zit er aan de achterkant rood licht, voorkant wit, achterkant rood. En dan heb ik ook nog een lampje bovenop. En die zendt SOS-stralen, tenminste stralen, of lichting uit. Gaat SOS. Dat kent zelfs de trauma-heli in de lucht, kan dat zien. Dus dat is top. Maar ook aan mijn rollator heeft een mooi lampje. Ja, en dan kun je ze ook allebei opladen. Met een USB. Dus wat wil je nog meer? Dat is zo. Ook jij kunnen bestellen. Maar hij altijd licht bij je. Ja. Wel natuurlijk zorgen dat je hem iedere keer op tijd oplaadt. Anders heb je op een gegeven moment geen licht. Maar oké, ik heb lantaarnpaals allemaal. Dus voor de rest geen probleem. Dat was dat ik daarom ook... dat is een van de vele redenen dat ik niet bang ben. Maar ik ben nog nooit bang geweest. Dus ik loop gewoon s'nachts, al is het 3 uur, als ik eruit wil met mijn meisjes, ga ik eruit. En hoe laat het ook mag wezen, dat boeit mij niet. Nee.
Maar er is dus hier vlakbij op de gracht, waar ik altijd langs loop, een inbraak geweest in een elektrische auto. Die auto was weliswaar niet van die man die daar woonde, maar van zijn baas. Was van het bedrijf waar hij voor werkt. Waar weet ik niet, maar dat doet er niet toe. Daar zat een vent in. En ik hoor al op afstand een hoop muziek. Ik denk, welke achterlijke meloot draait er om deze tijd zo hard muziek dat de buren wakker kunnen worden. Maar met dat ik dat denk, is het ook weer stil. Ik denk, nou, het zal. Maar ik zag verder ook niks. Nee, wat wil je? Die vent die zat al in die auto die hij eigenlijk naar zijn vriend Stijnen wou helpen. Nou, hij had inderdaad al het een het ander los weten te krijgen aan bedrading. En hoe die binnen was gekomen. Nou, elektrische auto's zijn heel makkelijk. Ja, kun je gewoon dan met een pasje doen. Heel makkelijk. Ja, maar in ieder geval, dat weet de politie ook wel. En waarom elektrische auto's? Jongens. Al die dingen die vliegen ook maar in de brand, hè? Zomaar spontaan. Hoe dan? Zoals op de weg. Ja, dan mag je je eigen wel zien te redden als je erin zit. Het is niet veilig, die karengen. Die mogen er van mij wel weer uit. Maar in ieder geval, buiten dat, als ik dat zie, moet ik... de auto-eigenaar is er niet of wat dan ook. Dan is er mij, ik moet de politie bellen, 112, et cetera. En dan behoor ik ook diegene staande te houden. Aanhouden doet geloof ik de politie. Ja, ik heb nog nooit niet iemand aan hoeven te houden. Want hij ging er vandoor ook en ik met een rollator en twee honden, dat gaat het er niet worden. Had ik met mijn booster geweest, ja, dan had ik hem achterna gegaan. Dan had ik hem in jasje getrokken. Ja, had ik mijn stok gepakt en ik had hem zo achter zijn jasje getrokken. Ja hoor, dan ben ik daar fel in. Maar ja, ik was lopen die meisjes bij me met de booster, dan gaat het er niet. Maar ja, die mensen waren zelf ook wakker geworden en die hadden die muziek gehoord en die zeiden tegen mij, hou die vent tegen, er zit er eentje in mijn auto. Ja, hoe, ik zie niemand. Nee, hij hoorde het zelf ook al en toen kwam die aan de passagierkant, kwam die eruit. En dat was aan de stoepkant. En toen hij had zo'n trui aan met zo'n capuchon, hij was helemaal donker gekleed en zijn kop naar beneden. Ja, dan zie je niet hoe die eruit ziet. Maar hij liep gelijk met de snelheid weg. En die mensen zelf hebben de politie gewoon gebeld. Nou ja, dan hoef ik verder niks meer te doen. Maar anders wel, dan moet je dat melden. En ja, ook andere dingen behoor ik eigenlijk te melden. Zoals, ze zijn nou hier ook aan het bouwen. Tenminste, dat moet nog, ja... Ze zijn met de fundering bezig geweest. Dat is al. Verder is er nog niks aan de hand. Maar in ieder geval aan de fietspadkant. Ze hebben ook het gedeelte van de stoep in beslag genomen. Want ze hebben gelijk schuttingen neergezet in het ribbelrandje tegen het fietspad aan. Dus een voetpad is er niet meer. Links, waar ik met de meisjes loop, daar staan bomen, daar staan lantaarnpaals. Maar dat is ook parkeerplekken voor auto's met een blauwe streep, weet je wel. Ja, ik ben al een paar keren aangereden, laat maar zeggen, door fietsers. Maar er staan borden, twee stuks, voetgangers op het fietspad. Tweede bord, fietsers afstappen. Wat houdt dat in? Dat je... jij als fietser zijnde voetgangers tegen kan komen en dat jij als fietser zijnde moet afstappen. Maar denk je dat iemand dat die borden leest, het zijn van die grote gele borden met grote letters, je kan ze op afstand zien, maar het is kop naar beneden, kwartjes zoeken terwijl je aan het fietsen bent. Ze moeten daar een politie neerzetten van die jonge broekies die je toch uit de neus zitten te rhinotellexeren. En die moeten ze dan weer neerzetten. Nou, gegarandeerd de ene boete naar de andere boete. Want dat stukje mag je normaal gesproken dan wel fietsen. Maar dan krijg je nog twee fietspaden met straten ertussen. Maar die andere twee fietspaden mogen ze vanaf die kant niet fietsen. Want dat is eenrichtingsverkeer. Wat wordt er gedaan? Fietsen maar door. Ze zien dat bord niet. Een groot rond bord met een witte streep. Dat bord is rood.
en dan een witte streep. Ze fietsen gewoon door. Dan ben ik ook al van mijn sokken afgerezen, wat. Nou, en dan, als je er dan wat voor zegt, ja, maar u loopt op een fietspad. Ja, en? Van die kant kan ik ze aanzien komen. Maar jou kan ik niet aanzien komen. Nee, maar het is ook een fietspad. Ja, maar het is wel eenrichtingsverkeer. Oh, krijg je ook wel eens te horen. Oh, meent u dat? Wist ik niet. Ik zeg, nou, ik zit hier al jaren zo, hoor. Ik zeg, weet niet, maar die bord is dan niet voor niks. Ik zeg, het heeft te maken met opletten. Ik zeg, dan rij jij met een auto. Ik zeg, je ziet zo'n bord. Ik zeg, mag je er ook niet in? Ik zeg, doe je dan wel? Nee, nee, dan niet. Ik zeg, nou, het behoort me, dat vind je net zo. Maar jullie doen het wel. Enkel de bewoners, die mogen dat. Daar wonen daar mensen. Ja, die mogen van alle kanten er binnenkomen. Maar, degenen die er niet wonen, die hebben er niks te zoeken. Die rijden maar eventjes erachter langs. Maar ja, in ieder geval. Ook de politie, die is gewoon... laks. Ze durven tegenwoordig niks meer. Nee. Ja, ze durven wel. Maar dat is wanneer ze mogen slaan, et cetera. Ja, van die sterke, dan heb je van die politieagent. Ja, weet je wel wat er in Amsterdam is gebeurd en in Den Haag is gebeurd? Nou ja, dat gebeurt dan al wel. Maar ja, ze zijn voor de rest een beetje laks qua verkeer aangaan. Dan is het van slaap maar. Hè? Kijk wel door de vingers. Nee. Pak dat aan. Ja? En pak die boeven aan, die stelen. En pak die drugsdealers aan, et cetera. Maar voor de rest, ja. Maar ik moet dus dan die stal in de gaten houden. En staat er een tegel op een fietspad of op het trottoir omhoog, dat je daar je nek over breekt. Moet ik doorgeven naar de gemeente. En ja. Gewoon, en ook in huis, inbraak, als er mensen op vakantie zijn, hou ik de huizen in de gaten, tenminste dat doe ik sowieso altijd al. En zie je iets verdachts, moet je dat aangeven. Maar ik vind ook als burgers zijn, behoor je dat ook te doen. Als jij gewoon een wandelingetje maakt, op wat voor tijdstip dan ook, maakt niet uit, en je ziet iets verdachts, hou dat eerst in de gaten, let op wat die doet. Onthoud de kleuren of wat nog makkelijk is. Je pakt je telefoon erbij en je doet net alsof je aan het appen bent. Maar je hebt je camera erbij en je maakt maar foto's, Klaar. Dan heb je bewijs genoeg. Ja, dat doe ik ook. Vooral als ik alleenig ben. Hè, als die meisjes bij me zijn, kan ik het niet doen. Maar overdag, ja, dan... trouwens, ook als ik hem in mijn dingen zet... Komt dat sowieso al in mijn vlog terecht. Maar ja, dat mag dan weer niet, want bewijsmateriaal moet je eruit knippen. Nou ja, in ieder geval. Maar het komt er wel in voor, weet je. Maar in ieder geval, ja. Dat moet ik dus allemaal doen met de buurtpreventie. Ja, en... Ik heb er al een heleboel in mijn groep enkelt, ja. De mensen die zijn er niet zo op dat ik hun adres krijg, zodat ik even stickers kan brengen. Want je moet een sticker op je raam hebben dat duidelijk laat zien dat jij in de buurtpreventie zit. Heb ik ook. Gewoon, ik heb hier op de tuindeur een kleine, maar op het keukenraam heb ik een grote. Maar, ja. Wat doe je dan in de buurtpreventie als je het niet wilt laten zien dat je erin zit? Ben je bang? Je moet niet bang zijn, want dan heb je ook niks aan de buurtpreventie. Als jij bang bent, moet je er niet in komen. Nee, je moet wel lef hebben en een grote mond, daar bereik je ook heel veel mee. Ja, heel veel een grote mond, daar bereik je heel veel mee. Trouwens, vorige week ben ik nog zo wat van het fietspad afgeduwd, hè? Ja. Het is maar goed dat ik mij al later tegen zijn fiets aandreunde. Ik sla hem zo om mijn rollator en dan stond hij tegen de zijn fiets aan. En ja, toen stond zijn fiets ook scheef. Ja, en hij zou me even de... Ik zeg, waar heb je het lef om mij maar één vinger aan te raken? Ik zeg, want ik raak jou aan. Ik zeg, en anders laat ik de honden op je. Dat ik was woest. Nou ja, maar in ieder geval... dat hoor ik eigenlijk ook door te geven. Maar ja, ik had mijn telefoon toen ook op dat moment niet bij me. Helaas pindakaas. En
ja, je moet onthouden hoe zo iemand eruit ziet. Nou, op dat moment, ik was te giftig, te kwaad om dat te onthouden, weet je. Dus ik denk, laat maar het moet me niet weer gebeuren, want ik bel ter plekke de politie. Ja. En dan zie ik nog één streepje, dus ja, lieve vrienden en lieve Mirjam, ik hou er weer mee op. Dit was een heel lang antwoord, wel gezellig, maar oké. Okay. Dit was mijn antwoord op jouw vraag van de buurtpreventie, hè, kom maar amper uit. Ja, maar het gebeurt me bijna niet hoor, dat ik iets melden moet, dat is zeldzaam. Ik heb enkel wel iedere keer gemeld dat het licht hier al in de wijk uit was. Dat heb ik zo vaak moeten doen. Ja, dat wil je niet weten. Maar dat gaat allemaal goed. Ze waren toen bezig bij zo'n PTT-huisje, zo'n heel groot huisje, dat waar de elektriciteit binnenkomt. Daar waren ze mee bezig en ja, dan willen we wel eens wat fout gaan. Dus ja, dat dus. Maar oké, lieve vrienden en lieve Mirjam, ik zou zeggen, tot later. Is het lekker, meisje? Ja, lekker heen, snackie. Ja, ik zeg maar, we zijn zo lief, hebben wij verdiend. Hé? Ja, want daar staat er nog eentje lekker te knagen of zo'n ding. Is lekker. Ja, hé? Nieuw. Ja, echt wel. Meisjes die hebben het verdiend, zou ik zo zeggen. Ja, ik zal jullie even omdraaien. Kleppie althans, zie ik zelf ook weer wat. Ja, ik ga aan een speciale vlog beginnen. Ik had al het eerste stukje gedaan, dan moet ik de rest nog doen. Hoe lang die wordt, weet ik ook niet. Maar dat zien we vanzelf wel. In ieder geval, het is een speciale vlog. Het, ja, staat ook geen datum bij, want het is een speciale vlog. En hoeft er geen datum bij. Nee, wel een vlognummer, uiteraard. Maar in ieder geval, ik heb al gegeten en gedronken en ik heb nou een watertje en mijn meisjes zijn al uit geweest. Dus ja, ik heb het druk gehad allemaal en ik heb mijn telefoon bijgewerkt. Die mag wel weer zo wat, want er komt van alles en nog wat binnen. Ik moet de computer nog doen, ik moet nog zoveel doen. Maar ja, er zijn ook andere dingen wat voorgaat, hè, dan enkel maar dat. Ja. En ik heb televisie, ik heb GTS even gekeken. Moet allemaal kunnen. Ja, ik denk dat jullie dat ook wel eens doen. Iets kijken wat jullie zelf willen. Ja, niemand die mag jullie wat opdwingen. Nee, je dwingt enkel jezelf tot iets. Maar een ander behoort het niet te doen. Ja, je baas, die betaalt je ervoor. Dus, maar ja, voor de rest, wat jij niet wilt, of wat dan ook. Je moet doen wat je zelf wilt. Ja, toch? Nou, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van jullie avond. Het is nou, we zien 20:54. Dus geniet van je avond en veel plezier met z'n allen met wat jullie doen. Ja, lieve vrienden, het is alweer erg laat. Hoe laat? Nou, 2:20. Ja, weer op weg. Tenminste, we zijn er al op dinsdag. Maar we gaan eerst naar bed. Sky ligt al heel erg lang. Ja. En de hondjes zijn al uit geweest. Het regent nu. Ik heb mijn werk eindelijk klaar. Ik heb een hele mooie, lange vlog gemaakt. Met alleen nog mijn muziek eronder. Er wordt niet bij gesproken. Maar jullie kunnen wel heel veel zien en heel veel lezen. Gaat het te snel? Zet je hem op pauze en dan kan je het lezen. En je kan weer verder gaan wanneer jij klaar bent met lezen. Dus ja, die komt de 25e online, geloof ik. Geloof ik wel. Of de 26e. Eén van die twee. Ik weet het nou niet meer. Nee. Het is ook laat, ja. Maar in ieder geval, ik zou zeggen, welterusten, slaap lekker met mooie dromen. Morgen weer gezond uit je bed zien te komen. En je weet het, God die houdt over jou en over jou en over jou en over jullie allemaal de wacht. Ook over mij en mijn diertjes. Daarom zeg ik graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei!